Barneveld moeten zijn. Dus we hebben voor een mooi prijsje een busje gekocht. En die gaan we nu ophalen. We hebben allemaal boodschappen achterin liggen. Voor als de politie ons aanhoudt, dan kunnen we zeggen dat we boodschappen hebben gedaan. Dus we zijn benieuwd. We zijn er. De twee Duitse meisjes van wie het busje was, zijn al naar het vliegveld. Dus we kunnen hem zo meenemen. Dan gaan we dus ondertussen, dat Ariane hem aan het overschrijven is, alles aan het uitpakken. En te bekijken wat hij te bieden heeft. Maar jongens, we hebben een busje. Mooi en oud ding. Echt lachen joh. Past hij er ook weer in? Nou ja, mooi wat niet door de bocht gaan. Mooi wat klusjes voor de komende tijd. Als we toch nog in lockdown zitten. Welkom bij Anton de Camper. Ik zal jullie even een toertje geven, want we gaan Anton een beetje verbouwen. Dus dit is de before. Hier is het zitgedeelte, het rijgedeelte. Het is een oud bakbeest, want de versnelling zit aan deze kant. Aan een hendel. Wel grappig. Verder gaat het vooral om het achterste stuk waar we wat aan willen veranderen. Hierachter hebben we de keuken. Met watertanks, gaspitje, ruimte voor pannen. En dan gaat het eigenlijk hierom. Normaal gesproken ligt hier aan de linkerkant ook nog een matras. Dus dan heb je allemaal bed. Ideaal daarachter de kastruimte. Maar dat bed willen we gaan veranderen tot een bed- en banksituatie. Zodat het om kan naar bouwen, stel dat het regent. Dus dan willen we daar een bank, hier een bank en in het midden een tafel die we kunnen opklappen. En alles weer ombouwen tot bed, zodat we 's avonds kunnen slapen. Dus, ben benieuwd of dat gaat lukken. Lukt het? Ja, ik ben goed in strippen. Kijk, zo zien de gordijntjes er nu uit. Die ga ik allemaal zo netjes. Zo dubbel omzomen, zodat het een hele mooie gordijntje wordt. Wel met naald en draad, want naaimachines hebben we niet tot onze beschikking. Dus dit zorgt voor uren plezier. Want het zijn er maar 6. 6 van deze gordijnen. Uit de corona quarantaine. Tenminste, we mogen weer de pad op pad. En we gaan nu dingen kopen voor de bus. Eindelijk, na een ruime maand vastgezeten te hebben in een stoffige kelder, kunnen we eindelijk weer naar buiten. Nou ja, eigenlijk moeten we gewoon een bestelling ophalen die we online geplaatst hebben. En kunnen we niet echt een winkel in. Maar ja, dit is in ieder geval iets. We moesten om 2:30 bij de bouwmarkt zijn om onze spullen op te halen. Maar er staat me toch een regen op deze rij. Ongelooflijk. Ik ben bang dat er meer mensen hier moesten zijn. Op hetzelfde tijdstip. 1,5 uur later. Het liep op. We hebben net even de rest moeten ingesproken dat ze minstens nog 1,5 uur moeten wachten. Omdat ze elke order bij per stuk gaan opzoeken in de bouwmarkt. Helemaal toppie. Oh. Nog final words hebben? Dat duurde best wel lang. Maar we zijn weer vrij. Dus ook dit is geen enkel punt. Lang leven corona vrij. Niveau 3. Anton on tour. We gaan nog op weg naar de APK. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Wat is het dus dan? Anton is door de APK geweest gisteren. En dat ging eigenlijk best wel heel goed, dat was wel even spannend.
Nu gaan we beginnen aan het klok. And to add insult to injury, I can still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Wat hebben we gisteren gedaan? We zijn gisteren naar de bouwmarkt geweest. Hebben een uur gewacht. Hey, maar een uur. Het is een half uur verschil met de vorige keer. En hebben we onder andere deze hoekjes gekocht. Waardoor we een behoorlijk stevig frame kunnen bouwen. En dat is natuurlijk de basis voor de bed naar de bank. En dat schiet nu mooi op. Hopelijk kunnen we vandaag die bekisting en zo afmaken. Deel van het klussen aan een bus. Mallen maken. Lukt het? Ja, hoop ik straks. Als het allemaal net iets beter past. Bloed en zweet en tranen heeft die scheidingswand gekost. Maar we zijn er bijna. Hier komt een keukenkastje blok. Leuk voor Annelie. De scheidingswand is ook op zijn plek. Past precies. Super mooi. Hij moet alleen nog vast. En ik zal jullie even het bed laten zien. Want daar kan nu op gelegen worden. We zijn de matras aan het snijden. We hebben gezien op internet hoe dat moet. Met warmte en een mes. En dan moeten we zo door dit foam heen kunnen snijden. Deur naar binnen. We hadden nog allemaal kanker open. Dat was het middenstak idee. Goed, we hebben nog een week om Anton af te maken. Dus moeten we opschieten met de keuken. Nou ja, het vordert in ieder geval. Mooi kruidenrekje. En het frame van de keuken is klaar. Kookstel moet erop kunnen. Wasbak moet erin kunnen. Dus het is passen en meten. Maar hopelijk gaat het lukken. Hey, hoe is het met project keuken? Hey kijkers! De keuken is bijna af. Kastjes kunnen we erin? Ja, dan kunnen we ook dingen uit de kastjes pakken. Spannende geluiden maak ik heel goed. Het gaat aardig, maar ik moet even met de hand nog bijwerken, omdat ik steekjes laat vallen, helaas. Dus dat is een beetje jammer. Maar het gaat een stuk sneller met de hand dan met de hand. En ja, ik zit er 4 dagen werken voor 4 kussens. Zijn in Anton gepakt. We vertrekken vandaag. We verlaten het mooie stulpje van Arjan. Na ongeveer 2 maanden. We gaan richting het Noordereiland. Eerste overnachting in Picton. En dan nemen we morgen de ferry. Maar
Anton is af. We kunnen gaan. Kleine preview. Alles zit erop en eraan. Ook Marie en Flocky. En het tafeltje staat, dus dan kunnen we vanmiddag lekker in Anton lunchen. Later mee. Hey Gerben, vertel eens wat meer over Anton. Hallo, ja, hij is dus af. Nou, dat betekent dat we alles geverfd hebben en dat we er al een paar keer in hebben geslapen. Deze hartstikke handige tafel. Met nog wat extra planken hieronder. Ja. Om het bed te maken. Opbergruimte om een paar backpacks in te kunnen leggen. En eigenlijk alle dingen die je nodig hebt op vakantie. En de keuken ziet er nog beter uit. Oh, Gerry, vergeet een heel belangrijk deel. Wat hieronder in zit. Oh, het toilet. Die gebruiken we niet, maar dat is nodig om self-contained te zijn. Dus om op een gratis parkeerplaats te kunnen staan waarbij je geen afval of afvalwater of zo verbruikt. En dat brengt ons bij de keuken. Bij self-contained wordt natuurlijk een eigen wc, maar ook eigen water. Een schoonwater en een vieswaterpunt. Het schoonwaterpunt is een kastje weggewerkt, dus 10 liter. En dan zit hieronder in dit kastje ook nog 20 liter wat samen met een koelkast en een accu. Die accu die zorgt onder andere voor licht, voor deze prachtige batterij waar we onze mobieltjes op kunnen opladen. En waar zorgt er nog meer voor? Heel veel geluk. En in deze kastjes, nou, daar zit natuurlijk alle kookgerei en noem maar op. Maar ook deze magneetjes, zodat ze niet openvliegen tijdens het rijden. Normaal gesproken staan er nog allemaal kruiden en boeken en weet ik veel wat in deze albergvakjes, maar die staan inmiddels in ons huisje, omdat we die hebben ingericht. En tot we op vakantie gaan, gebruiken we deze bus eigenlijk alleen als transportmiddel. Dus slapen we daar verder niet in. Het is het kookstel, die hebben we dus zo vastgezet dat die ook niet gaat schuiven. Er staat een gastankje onder. En even kijken, hierachter, achter deze scheidingswand, staat nog een tafel met stoeltjes. Zodat als we gaan kamperen, nou kunnen we die er zo uittrekken aan de voorkant. En ik denk dat dat ongeveer wel alles was in deze prachtige, ruime 31 jaar oude bus. Die, waarvan de binnenkant er nu een stuk nieuwer uitziet. En de buitenkant niet. Uiteindelijk dat we het een beetje winst kunnen verkopen. Dat zou leuk zijn. Maar belangrijker is dat we er eerst nog een paar keer meer op vakantie kunnen. Dat zou mooi zijn. En dat zal vast goed gaan. Dus, je bent welkom om hier te komen bewonderen. Zolang wij hier zijn, is die te gebruiken. Dus kom vooral langs. En daarna ook, waarschijnlijk. En daarna ook. Doeg.